Jullie hebben een nieuwe plek gevonden? Jazeker. Ja, dat is een beetje een symbolische plek natuurlijk. Hè? Dus om even te laten zien dat we ons niet zomaar onder laten sneeuwen, zeg maar. Of we het laten wegjagen, hoe je het wil noemen. Occupy Eindhoven weet niet van ophouden. Op het Stadhuisplein hebben ze een klein tentje geplaatst om aan te geven dat ze doorgaan. Ook protesteerden ze tegen de aanhouding van de drie actievoerders van donderdag. Na 6 uur in de cel te hebben gezeten, werden zij weer vrijgelaten. Vreedzaam protest, mag niet. Ik was gisteren gearresteerd, ja. Ja. Ik was niet mee eens dat wij waren bezig met een vergadering. We waren duidelijk bezig met een vreedzame demonstratie, dat hebben we ook gezegd. Maar dat mocht niet. We moesten daar weg. We moesten op dat moment uit de tent. De politie onderbrak de vergadering. En ze zijn gesommeerd om weg te gaan. En we zeiden, ja, dat doen we niet. We gaan niet weg. We zijn bezig met een demonstratie. En toen werden 3 van ons aangehouden, waaronder ik. En terwijl er gewoon getrouwd wordt, gaat de kleine groep actievoerders gewoon door. Te beginnen op het Stadhuisplein. De burgemeester die was ook al meteen vanmorgen hier. En die zegt, ja, maar ik zei toch dat geen tenten mochten. Zeg maar, burgemeester, een actiecentrum. Onze piramide was een actiecentrum. Dat laat hij al ontruimen. Dit tentje, dat moet toch kunnen? Nou, hij vond het niet zo fijn. Nee, het is gewoon te laten zien dat we er nog zijn. Dat we gewoon ook niet gaan stoppen met de actie. En desnoods breken we het tentje erop. En dan komen we de volgende dag weer ergens anders terug. Of we bedenken andere luken. Daar gaan we nog over bedenken wat we gaan doen. Ja, ja. Hebben we het dus ook gedaan. Ja, maar dan past niet in de auto. Als jullie even meelopen in die auto.